Ja, je komt zomaar op het idee, hè. O jee. Het eerste was Finland, hè. Ja, dat ben ik toen begonnen. Hebben we toen een camper gehuurd, zijn we heel Finland rondgereden. En dan troffen we nog een andere familie. En dan zijn we dus 14 dagen mee rondgereden. En dat vond ik zo leuk. Ik dacht, godverdomme, waarom ga ik dat niet doen? Maar er was niemand om uit te leggen. Er was een kerel die zei, daar staan ze. Ik wist helemaal niks van de camper af. Hoe het werkte en of er water in zat. En die wij huurden waren ook Amerikanen. Dus daar ben ik dan naartoe gevlogen, ja. Nou, ik was te dikwijls in Amerika geweest, denk ik. Ik was een paar keer in Amerika geweest en zag ik altijd die campers rijden. Ik denk, godverdomme, dat is ook iets voor Europa. En hier hadden ze helemaal nog niet. Ja, iemand die een keer zijn busje omgebouwd had of zo. Want toen ben ik naar Amerika gereisd en daar naar Elkhart. Dat is een plaats in Michigan. En daar staan, ik geloof, 28 camperfabrieken. Ja, daar is alleen maar camper, al wat je ziet. En wat er rijdt en wat er loopt en iedereen werkt er. En daar heb ik toen in één keer 11 campers gekocht. Ik denk, kan ik er al 10 verhuren en 1 bewaren en te laten zien. En voor reserve. En zo is het begonnen. Die kwamen alle 11 tegelijk. Dus met de boot, ja. Als deklast. Ja, en er waren er ook bij. Die waren goed beschadigd van binnen. En ze zitten roken en zitten eten. En dat moet allemaal open blijven op het dek. Als er iets aan de hand is, is er zoveel bij kunnen. En die waren in zo'n groot net, worden ze dus gelost. En die gingen wij ze in Antwerpen halen. Want in Rotterdam, daar waren ze altijd heel lastig. En in Antwerpen, hoe er maar één kruik jongen klaar mee te brengen, dan kon alles. Ja. Ja, en dan gingen we 11 tegelijk halen, maar maar 3 handelaars kenteken. En dan deden we zo 3 erop en dan volgden de 3 bronnen weer vooraan. En zo reden we naar Nederland toe, met 11 waars tegelijk. En 11 chauffeurs. Er waren maar 2 chassis hier in Nederland goedgekeurd. Dus moesten we heel erg uitkijken in Amerika. De uitlaten die liggen in Amerika gewoon naar rechts. En dat mag je niet, je moet naar links liggen voor de fietsers. En in Amerika is alles 110 volt en hier 220. En dat moest allemaal aangepast worden. Dat kost allemaal centjes. Maar in de Midas, die kostte $14.000. En die kostte hier 75.000 gulden. Als ik ben vergaan, hebben we toch een paar duizend verkocht. Maar toen, het was niks waard hoor, die Amerikanen. Helemaal niks. Want toen heb ik naar de rand die Duitse wagens bekeken op de beurs in Essen. Nou, ik stond versteld van de kwaliteit tegenover die Amerikanen. En ik was trouwens op de fabriek geweest, van de Midas fabriek. En toen ik ze gezien had hoe ze gebouwd werden, durfde ik ze bijna niet meer te verkopen. Die wanden die zaten met nietjes aan elkaar. En de kabels die hingen niet langs de achterwand, nee, die lagen schuin door de keukenkastje. Anders gaan ze schillen 10 centimeter kabelen. Kort mogelijk. Maar dan kun je er ook niks in leggen als er een kabel door zit. Maar dat ziet de volgende eigenaar wel, hè. Zo is het daar. En dan kwam ieder 20 minuten kwam er een camper uit de fabriek. En de wanden en alles die waren van tevoren gefabriceerd, die lagen allemaal buiten in de regen. En er was aan de binnenkant een soort triplex, dus dan moet je niet vragen hoe het op een duur wil. En dat hebben wij ook gemerkt naar de rand toen we ze hadden. En kon er geluk mee hebben. De laatste 2 jaar ben ik een keer 7 naar Amerika geweest om te kopen en zo. En in Amerika kun je alles als je geld bij hebt. Niet bij wet, dan kijken ze nog niet aan. Dat je 's morgens in een bar zit, dan komen ze naast je zitten en ze geven de businesskaarten. En dan vragen ze jou terug en dan krijgen ze iets aan. Dan hebben ze niks aan, dan zijn ze meteen weg. Zonder iets te zeggen. Denken ze dat ze iets aan kunnen verdienen, dan beginnen ze mooi te praten. Dat is Amerikaans. Dat was in 1978. Ah ja.